Forza Horizon 2. Thijs is de halve wereld overgevlogen om die game te spelen. Dat is niet helemaal waar, want je was gewoon in Londen. Ja, dus klein Londen stukje. Is te rijden. Te rijden, zou je kunnen zwemmen zeggen. Zelfs. Zwemmen, als je goed in vorm bent, jazeker. Ja. Nou, ik wel, jawel, denk ik. Ja, ik zeker. Niet. Maar jij bent dus in Londen geweest. Je hebt Forza Horizon de hele dag kunnen spelen. Ja, ik heb echt zeker de eerste paar uur van die game kunnen checken. Ja. Nou, dan, we hebben hem al regelmatig langs zien komen op de E3, op de Gamescom. Maar ja, dan zijn het meestal playthroughs van een kwartiertje. Ja. Dan heb je met veel herrie om je heen, met hijgende journalisten in je nek die ook willen, zit je dan even snel die Ferrari af te rachen. Mm-hmm. Maar nu zat je even in een rustige ruimte, koptelefoon op je hoofd, controller in je handen. Ja. En je de hebt... weg was voor mij alleen. Ja, ja. Voor Thijs. Gewoon puur alleen voor Thijs. En, maar vertel, weet je, want Forza Horizon is natuurlijk al een andere soort game dan de Forza Motorsport die we kennen. Want die zijn echt op het race gebaseerd. En dit is meer festival-based. Ja, dit is echt een open wereld. Zoals je hem kent van een heleboel andere games eigenlijk. En je bent dan alleen vrij om te gaan staan waar je wil. En wel zelf bepalen. Je kan niet uitstappen. Nee, je kan niet uitstappen. Je kan niet uitstappen met de bus ergens naartoe gaan. Je moet wel er zelf naartoe rijden. Ja. Ja. Maar de vorige speelde zich af in Amerika volgens mij. En waar zitten we nu? Ja, we zitten nu in het beetje zuidelijk gedeelte van Europa. Denk Zuid-Frankrijk. Oh. Denk Nice. Denk Italië. Denk vakantie dus. Denk vakantie, ja zeker. Nice. Denk de high class. Denk grote boten. Okay, mooie landweggetjes. Ik voel je. Maar wat gaan we doen? We gaan daar een heleboel racen met een heleboel auto's waarin mensen zoals jij en ik nooit in mogen rijden. Nee? Nee, ik denk niet dat ik ooit achter het stuur van een Ferrari mag zitten. Jij ook niet? Nee. Weet je of je wil vertellen wat er vandaag is gebeurd? Of, Nou ja, het was nog ineens mijn schuld. Ik ben een tijdje niet meer in Amsterdam geweest. En ik was nu weer voor het eerst in Amsterdam. Ik had een afspraak. Ik was met de auto. En ik denk, ga even achteruit inparkeren. Ik wacht even tot dat groepje fietsers me heeft ingehaald. Zodat ik rustig kan inparkeren en niemand aanrijd. Maar er zat dus een of andere jongeman. Meneer. Die zat dus al append, sms'end, twitterend, facebookend, zat hij dus zo. Boop. Toen dacht ik, oké, die gaat recht om afrijden. Hij ziet me niet. Ik toeter nog even. Keurig. En toen toeterde ik, keek hij omhoog. Toen schrok hij. Maar toen was hij al zo dichtbij dat hij vol op mijn achterkant reed. Ja. En bijna op mijn dak lag. Of hij zat echt net zoals een vogel zo tegen een raam geplakt. Echt zo. Met zijn gezicht zo op het raam. Ja, ik zie het helemaal voor me. Nou, het fijne van Forza Horizon is dus dat het dat niet echt uitmaakt. Ja, er zijn geen mensen om aan te rijden. Niet. Het is heel vreemd. Het is echt een wereld waarin alleen maar auto's rondrijden. Mooie wereld is ja. Het. Ja. Dus je kan geen Amsterdamse fietsers in ieder geval. Nee, geen smalle grachten om overheen te rijden. Gewoon mooie open wegen. En als het wegje een beetje te krap wordt, dan kan je ook gewoon een weiland oprijden. Ja. Zo. Kan je gewoon door de wijnvelden heen gaan. Wauw. Een of andere Franse boer pissig maken. Dat kan natuurlijk. Ja. Maar hoe was die ervaring? Ja, het was tof. En het begin van die game mag je gewoon kiezen van wat voor auto wil je hebben. Ja. En dat is dan gewoon, ja, je doet mee aan dit festival, je hebt een polsbandje en dan mag je een auto uitkiezen. Zo maar werkt het hetzelfde als Forza Horizon 1, dat je begint, ik begon toen volgens mij met een Mustang en dan moest ik wat races doen. Kreeg ik steeds meer polsbandjes, verdien ik punten, kon ik een nieuwe auto kopen. Dan kom je steeds verder, ja. In het begin is het gewoon van, ik koos dan een Chevy en dan mocht ik alleen meedoen met races van soortgelijke Amerikaanse auto's. En dan heb je een race dat je een heel lang rechtstuk moet doen. En dan heb je een race dat je gewoon een paar rondjes moet rijden. En ondertussen, terwijl je van die ene evenement naar het andere rijdt, is er in die wereld ook allemaal van alles te doen. Je komt andere drivetars tegen. Ken je die term nog? Ja, drivetars, ja. Ja, dus van Forza 5, nou, die rijden ook gewoon rond in die wereld. En die kan je ook mee gaan misschien racen. Misschien moeten we nog even los uitleggen wat drivetars precies zijn. Dat zijn dus de soort ghosts van je vrienden. Ja. Aan de hand van hoe zij rijden, wordt er een soort computerversie daarvan gemaakt. Dus je rijdt tegen AI. Ja. Maar ze rijden zoals ik zou rijden bijvoorbeeld. En als ik zou rijden, ik zou dus mij zien alleen de fietsers aanrijden. Inparkeren en dan fietsers aanrijden. Ja. Dat zou jouw drivetar doen. Nou, of gewoon stilstaan en wachten tot de fietsers achterom rijden. Tot de fietser komt. Dat zou jou dus doen. Maar als je een vriend hebt die echt fucking goed is, dan heeft hij ook een hele goede drivetar. Okay. En er zijn flitspalen waar je zo hard mogelijk langs moet rijden. Ja. Een heleboel dingen die ook in die vorige game zaten, dat komt allemaal weer terug. Ja, maar wat is dan echt nieuw aan deze game? Zijn dat die drivetars? Is dat die omgeving? Gaat het nu ineens 6 keer zo snel? Is het bloedmooi? Het is mooi. Sowieso Zuid-Frankrijk. Ja. Het is mooi. Het is een mooi gebied. Een mooi landschap, mooie weilanden, mooie rotsen, mooie zee. Klopt. Dus deze keer weer. Weer? Ja. Dat heeft natuurlijk invloed op hoe je rijdt. Als het regent, wat gebeurt er dan? Is het real-time? Zo goed als, ja. Durf ik niet helemaal te zeggen. Ja, het verandert constant, weet je wel. Het is gewoon, af en toe gaat het regen. Je ziet de regen bij aankomen, weet je wel. Oké. Okay. En dat voel je dan ook meteen?
Ja, dan ga je haarspelbocht ga je dan anders nemen natuurlijk. Ja. En je kunt helemaal zelf instellen van hoe realistisch je het wilt hebben. Ja, okay. Dus als je zegt van, met de Forza heb je ook drive aids, zoals aids, niet drive aids. Drive aids. Nee. Het is zo'n dag, mensen. Maar goed, je kan dus geholpen worden de bocht om met het remmen en dat. Ja, bijvoorbeeld dat er van die pijlen staan op de weg. Van oké, hier moet je remmen, hier moet je weer gas geven, hier moet je heel hard remmen. Ja. Dat soort dingen. En je kan ABS instellen, of dat je zelf kan schakelen en zo, dat soort dingen. Dus je kan het zo moeilijk maken als je zelf wil. Echt super realistisch wordt het niet, want je kan nog steeds over bergen heen crossen waar geen wegen zijn. Ik denk niet dat de Lamborghini daarvoor gemaakt is, maar je kan het wel doen. Maar, dat is het mooie ervan. Maar is dit nou meer, Forza is geen race sim, het is aardig, dit zit er een beetje tussenin. Arcade-achtige is meer, maar is dit meer GT6 of is dit meer Need for Speed? Dit is meer Need for Speed. Maar die open wereld doet een beetje denken aan Burnout. Ja. Burnout Paradise. Okay. Maar alleen dan net iets minder over de top. Maar wat je hierin doet is nog steeds niet iets wat ik in het echt zou aanraden. Okay, aanraden. Maar is het tof? Is het tof? Ja, weet je, ik vond die vorige game ook al heel erg tof. En het was gewoon zo'n game die wist een heel goed sfeertje neer te zetten. Ook mede door dat hele festivalthema wat erin zit. En dat heeft deze game heeft dat ook weer heel erg gewoon. Je hebt allemaal van die radiosenders en dan lekker muziek en allemaal mooie auto's. En dan, weet je, je hebt het doel van, oké, ik ga daar naartoe. Ik ga daar een race doen. Ja. Maar onderweg kom je al zoveel leuke dingen tegen van, ik ga al deze billboards kapot rijden. Of ik ga hier nog even omkeren, want ik wil die flitspaal nog even iets sneller nemen. Okay. Weet je wel? Het doet heel veel hetzelfde. De verbeteringen zijn redelijk minimaal. Maar ja, het is nog steeds leuk. Dus moeten we daar nou heel zuur over gaan doen? Ik denk het niet. Zuur zijn is niet leuk. Nee. Je kan beter alles van een leuke kant bekijken. Weet je? Je kan zelfs met een glimlach kan je fietsers in Amsterdam aanrijden. Ja, en dan lachen ze terug. Aangereden worden door fietsers in Amsterdam die al append op een telefoon bezig zijn. Ja, was het niet. Laat dit het bewijs zijn voor de rechtszaak. Ik heb nog nooit schade gereden met een auto. Mm-hmm. En nu was het nog ineens mijn auto. Ik had een auto geleend en iemand rijdt gewoon achter op mij. Dus nu baalde ik wel dat ik voor het eerst sowieso schade heb. Mm-hmm. En dat was nog ineens fucking mijn schuld. Dan doe ik het liefst zelf nog. Dat ik gewoon over de kop ik zou door gewoon een zeggen, bank heen vlieg. Ik zou wel zeggen, niet meer zelf auto rijden. Speel gewoon Forza Horizon 2. Ja? Ja. Wanneer? Eind deze maand. Dat? 28 september of zoiets? Wauw. Komt nu onder in beeld te staan. De echte datum komt achter in beeld te staan. Maar ben je enthousiast? Ja, ik heb wel zin in. Ja. Als liefhebber van het vorige deel, meer van hetzelfde, maar het is gewoon goed. Oké, meer van hetzelfde, maar gewoon goed. Tadaa! Kutfietsers.